Jurandi Martina komt in 2013 weer naar de FBK Games. De 100 en 200 meter sprinten maakte dat afgelopen maandag in Papendal bekend waar hij op dit moment traint. Hij vindt het altijd prettig in Hengelo te lopen vanwege de sfeer en de snelle baan. Ja, het is niet een grote stadion met bijvoorbeeld 60.000 mensen komen kijken. Maar ja, het is wel veel mensen kan komen kijken van Nederland zelf. Dus dat is heel mooi. En veel mensen ook komen normaal bij FBK Game. En om al die atleten te komen kijken. En ook die band is ook heel snel. Want ja, ik ben de enige persoon die onder de 10 in hier had gelopen. Dus dat is heel speciaal voor mij en dat betekent de baan is ook heel snel. Dus ja, alles kan hier doen. Dat de FBK Games dit keer 's avonds zijn, vindt hij geen probleem. Het maakt niet uit in principe. Als het goede weer is, dan lopen we elke tijd van de dag. Normaal, die grote wedstrijden zijn ook, normaal die finales zijn altijd 's avonds. Dus als het weer is, gaat het heel mooi worden. Hij denkt dat het mogelijk is opnieuw onder de 10 seconden te lopen. Hij deed dat 2 jaar geleden ook al in het FBK-stadion met een tijd van 9,97. Interimbestuurder Hans Kloosterman van de FBK Games is blij met de komst van publiekstrekker Martina. Ik heb nieuws, want ook Jurandi Martina zal acte de présence geven op de komende FBK Games. Hij is ervan overtuigd dat de games door kunnen gaan met de bijdrage van 100.000 euro van de gemeente. Nou, in ieder geval is het een hele goede start. Wij gaan de komende maanden heel hard aan het werk om het resterende gat wat we op dit moment in de begroting nog hebben, om dat te dichten. Daarvoor zijn we vooral met sponsors en potentiële sponsors in gesprek. Inmiddels is de datum weer verplaatst van 15 naar 8 juni. Volgende jaar 8 juni, met z'n allemaal komen kijken. Als er geen stoelen zijn om te zitten, gewoon staan, lekker iedereen bij elkaar en gewoon kijken. Studenten van de Hogeschool Edith Stijn organiseerden deze week een Kids Request for Serious Request. Basisschoolleerlingen uit de bovenbouw konden voor 2 euro een kaartje kopen en zich vermaken met educatieve spellen voor het goede doel. Elisa Scholt op Rijmer is een van de organisatoren en is blij met de grote opkomst. Ja, nou, zoals je hebt kunnen zien zijn er ontzettend veel activiteiten en het zijn er 11. Waaronder een super gave hoge klimtoren, de lange lattenloop, het razendsnel kerstbomenspel. Er is een DJ, er is jeleukstefoto.nl, er is genoeg te doen voor de leuke kinderen. Nou, toen wij het idee kregen om een actie te organiseren, hebben wij een brief opgesteld die we naar alle stagescholen van Edith Stijn hebben gestuurd. En daarnaast hebben we de studenten zelf ook de stagescholen laten benaderen. En de stagescholen hebben de kinderen weer benaderd. Van, goh, vinden jullie het leuk om daaraan mee te doen? Waarom hebben jullie meegedaan? Omdat we het jammer vinden dat de baby's doodgaan. En wat vond je het leuk te doen dan? Ik vond het die estafette met zaklopen wel grappig. Wat vond jij leuk te doen? Die speurtocht. Wij gaan donderdagavond met alle hulpstudenten gaan we naar Enschede en gaan we een hele mooie check maken. En die gaan we donderdagavond overhandigen aan de DJ's. De bibliotheek Hengelo heeft 1500 kersttassen gevuld met persoonlijke aanbevelingen van medewerkers. In de tassen zitten boeken, platen en kortingsbonnen. In ruil daarvoor verwachten ze een bijdrage van de lezers voor Serious Request. Iedereen die in Twente werkt en woont, moet natuurlijk wat met Serious Request doen. Dat was bij ons ook het geval. We wilden gewoon iets doen voor de baby's, zeggen we zelf hier in de bibliotheek. Maar we wilden wel iets doen wat echt te maken had met de bibliotheek. Daarom bedachten wij dat we iets aan de klant wilden geven. Ook vanuit de kerstgedachte, delen leuke dingetjes voor onze klant. En toen kwamen we op het idee om tassen in te pakken met materialen uit de bibliotheek. Samengesteld door de medewerker van de bibliotheek. Meestal zijn er 3 boeken, een filmpje of een cd en een tijdschrift. En dat kan verschillen van een roman tot aan een informatief boek, een spannende film, een film uit het filmhuis. Dus het is maar net wat de medewerker leuk vindt. De bibliotheek hoopt met de actie 10.000 euro bijeen te brengen. Dat willen we wel proberen. We doen ons uiterste best. Dat zou een heel mooi bedrag zijn. Maandag 24 december is het naar verwachting weer druk in de Hengeloze cafés tijdens de traditionele kerstmiddag. Politie, gemeente en brandweer zullen dan extra toezicht houden in de binnenstad,
aldus politiewoordvoerder Roel Bollerman. We hebben extra toezicht, een aantal loopkoppels extra, net als in de reguliere horecanachten, die foodsurveillance uitvoeren in het centrum en toezicht houden. Dat is vies. Ja, echt gewoon gezellig houden, gezellig feestje van maken. Aanwijzingen van beveiligers, horecapersoneel en politie opvolgen. En dan houden we het gezellig met elkaar. Ook de Hengeloze horeca heeft een belangrijke rol om het uitgaan veilig te laten verlopen. De rol van de horeca is dat zij de gastheer zijn. En daarin ook sturen als gastheer. Dat wat ik in mijn woonkamer niet wil hebben, dat moeten zij ook in hun woonkamer niet willen hebben. Daar gaat het om. Dus een hele belangrijke sturende rol. De ondernemers in Klein-Driene zijn samen met de SP een ansichtkaartactie in de wijk begonnen om te voorkomen dat de buurtwinkels gesloopt worden. Woningbouwstichting Wel bij ons wil de winkels met daarboven woningen slopen omdat de panden in slechte staat verkeren. Volgens SP-raadslid Vincent Mulder zijn de flats nog wel op te knappen als er geld in gestoken wordt. Ten eerste, als dat zo is, dan is het ook een nalatigheid van de woningcorporatie om die woningen goed te onderhouden. Want een goede verhuurder zorgt voor een goed onderhoud van de panden, dat is één. Ten tweede, ja, dat zeggen ze, de klachten zijn er ook van de ondernemers. Bijvoorbeeld dat de kelders vol water staan. Daar is meerdere malen is daar gereageerd door de ondernemers, naar Wel bij ons toe. Van kom die kelders weer waterdicht maken. Nou, daarop vindt geen actie plaats. En dan is aan het eind van het liedje is Wel bij ons degene die zegt van ja, we gaan ze maar slopen. Gedupeerde ondernemer Richard van Oertel hoorde directeur Peter Pinkhaar van Wil bij ons via Radio Hengelo TV zeggen dat het ROZ de winkeliers gaat helpen een nieuw onderkomen te vinden. Nou, ik heb dus contact gezocht met de ROZ. Zijn wij in de winkel geweest en ze hebben mij in meerdere gedeeld dat de ROZ niks voor ons kon doen. Er zijn al veel kaarten met handtekeningen van buurtbewoners binnengekomen die de buurtwinkels willen behouden. De ansichtkaarten worden in januari bij Wel bij ons aangeboden. Bewoners van het Kastanjeplein kiezen voor het behoud van de blauwe zone. De gemeente wilde in eerste instantie die vorm van parkeren nabij de binnenstad afschaffen, maar heeft na protesten bewoners twee keuzes voorgelegd. Het behouden van de blauwe zone hield in dat de blauwe zone zoals die nu is blijft bestaan. En dat de mensen zouden gaan betalen voor de blauwe zone. En dat zouden ze dan elk jaar doen. Elk jaar krijgen ze een nieuwe ontheffing waar ze dan voor moeten gaan betalen. En de andere optie was dat de blauwe zone beëindigd zou worden en dat iedereen hier vrij mag parkeren. Uiteindelijk koos de meerderheid van de mensen voor het invoeren van de betaalde parkeerontheffing voor zichzelf en bezoekers. We hebben 204 reacties teruggehaald, dat is 54%. En van die 204 waren er 151 voor en hebben 154 en hebben 31 mensen hebben tegengestemd. En dat komt op ongeveer een percentage van de mensen die voor hebben gestemd van 83%. Winters Hengelo gaat samen met Bureau Hengelo een aantal winterse activiteiten in de binnenstad organiseren. Woensdag werd een van de beren op het Marktplein aangekleed in Dickensstijl. De kleding werd gemaakt door creativiteitscentrum Il Decora. We zijn met vrijwilligers bezig geweest en toen zeiden we tegen de vrijwilligers van, nou, wat denken jullie? Toen kwam tegelijk de Dickensmuts, want dat vonden ze wel heel leuk, de Dickenshoed. Nou ja, maar hoe maak je hem vast? Wanten, sjaal eromheen, dan blijft de hoed vastzitten met het weer. En de wanten zijn echt zelf gemaakt. De kleding werd dagelijks omgehangen. Bezoekers konden dan met de Dickensbeer op de foto. Als ik het goed begrepen heb, staan ze al op Facebook via jeluxfoto.nl. En we hopen dat het de komende dagen er meer wordt. De ervaring is in feite van de zomeractie. Toen hebben we ook foto's op de beren met de beren gedaan. Dat het dan toch wel wat later in de week, in de periode, dat er dan toch wel wat meer mensen komen. Het ijsbaantje op het Brinkplein ging niet door vanwege het niet tijdig aanvragen van een vergunning. Maar er is een alternatief bedacht. De sneeuwhelling is een helling die 3 meter hoog is, 4 meter breed en in totaal 22 meter lang is. Hij komt op het Brinkplein te staan en de periode is dat hij van 27 december tot en met 30 december van 12 tot 5 is hij open. Er zit begeleiding bij. Het is voornamelijk voor wat jongere jeugd, om maar zo te zeggen. Met snowtubes kun je in feite naar beneden rutschen. En er wordt geen geld voor gevraagd. Het is gratis, kun je daarvan gebruik maken. De glijbaan staat er van 27 december tot en met 30 december.
de jongerenorganisatie van de VVD, de JOVD, vindt dat mensen geen geld in Serious Request moeten steken. Volgens de jonge VVD'ers mogen mensen hun eigen geld niet gebruiken om hun schuldgevoel voor ontwikkelingssamenwerking af te kopen. De hengeloze voorzitter van de JOVD Twente, Onno Vichter, is het daar niet mee eens. Ja, ze zeggen zelf dat Serious Request echt een actie is. Waarbij mensen de mogelijkheid hebben om een schuldgevoel af te kopen. Ja, daar zijn wij het als JOVD Twente natuurlijk niet mee eens, want dat is nogal wat zo'n uitspraak. Een liberale organisatie hoort zich niet met dit soort particuliere initiatieven te bemoeien. Dus ja, wij begrepen echt niet waar dat idee van de JOVD vandaan kwam. Ja, we hebben een kleine actie gestart, omdat wij vinden dat een liberale organisatie zich niet met dit soort zaken hoort te bemoeien eigenlijk. Maar wat wij nou hebben is alle leden die het komende half jaar lid worden van JOVD Twente. Daarvan storten wij de helft van de contributie van het eerste jaar, die storten wij naar Serious Request.